ik was best wel angstig na 22 jaar niet op de arbeidsmarkt geweest te zijn. En het ging eigenlijk hartstikke goed. Het heeft me ook wel laten zien dat er na regen ook wel weer zonneschijn is. Dat waren Kees en Desiree, beide lang werkzaam in de evenementenindustrie. Door COVID zijn ze ontslagen, lang werkloos zijn ze niet geweest. Ze hebben een doorstart gemaakt. Maar dit is mijn nieuwe werkplek, aan de eettafel, laptopje. Dit is je nieuwe werkplek, dat is waar je voorheen gewerkt hebt. Kan ik ze toch nog een beetje in de gaten houden? Mis je Ahoy? Jazeker, alsof een relatie van 15 jaar wordt verbroken. En ja, je moet jezelf gewoon de tijd geven om dat te verwerken. Maar dus ja, dan hoor je ineens dat het voor jou afgelopen is. Dus het was een heel verdrietige week. En toen kwamen via twee kanten kwam deze factuur tot mij. Via mijn netwerk ben ik eigenlijk binnen de gemeente terechtgekomen. En mag ik binnen de gemeente me ook bezig gaan houden met het Eurovisie Songfestival. Een project waar ik ook bij Ahoy mee bezig was. Dus ja, hoe bijzonder is dat? Maar wat moet je doen als de wind niet mee zit en je niet kan terugvallen op een eigen netwerk? Ik denk dat iedereen wel een netwerk heeft. Alleen je moet je daar wat bewuster van zijn met de social media en zo. In welke sectoren in de regio is nog werk te vinden? Dat is sowieso, en dat wordt de inkopper van vandaag, de zorg. Nou ja, dan hebben we wel de techniek en de ICT, maar daar zitten toch wel concrete scholingsvragen bij. De naderende Brexit, douane Rotterdam, moeten ook gaan opschalen, dus daar zijn ook nog kansen. Die crisis, de COVID-crisis, die gaat ooit ophouden. Je staat de deur nog open bij Ahoy, denk je? Ik leef in het nu en ik heb er ontzettend naar mijn zin bij de gemeente Rotterdam. En ik weet niet wat de toekomst brengt, de toekomst is heel onzeker. We weten niet hoe het er volgende maand uitziet, hoe het over een half jaar uitziet. Oh, nee, daar ben ik wel voorbij nu. Ja. Nee, dat is... Is dat een gesloten hoofdstuk? Nee, dat is ook oké. Ja, voor mij wel, ja. Ja, ja, en dat is ook prima. En ik ga gewoon zien wat dit nieuwe avontuur mij weer brengt.